Dit werk is Maria Seth, afgebeeld door Theo van Rijsselberg. Maria Seth was de vrouw van Henri van de Velde, de belangrijke architect die wij kennen, die ook naar die naam Weimar getrokken was. En Theo gaat naar zijn vriend en fotografeert Maria met haar drie kinderen. Maar het bijzondere aan dat werk is niet alleen het portret en het feit dat het om een belangrijke dame gaat voor de kunstgeschiedenis, maar het gaat ook over het feit dat het een pointillistisch werk is. En wat is nou precies die theorie van het pointillisme? Wel, het pointillisme baseert zich op een niet vermengen van kleuren op het palet, maar het naast elkaar plaatsen van zuivere tinten, zodanig dat het oog zelf de fusie maakt van de twee kleuren. En we kunnen dat hier zien. Als je wil dat blonde haar van het meisje oplichten, dan gaat de kunstenaar daarnaast heel specifiek een opposite tint leggen van het gele, namelijk het groen en het rode. Zodanig dat het blonde feller uitkomt. Maar wat gebeurt er ook tussen het rode en het groene? Als je ziet, om het rode zo fel rood mogelijk te laten zijn, maakt een kleine rand van groen. En als je dan afstand neemt van het schilderij, dan zie je het rode feller uitlichten en het blonde van het haar feller naar voren komen. En dat is nu precies die methodiek die zo bijzonder is. Het is bijzonder ook omdat wij op dat moment de fotografie voor ons hebben liggen. De fotografie is zwart-wit, dus fotografie is lichtcontrast. En schilders hebben nog juist dat stapje voor dat ze met kleuren werken. En zij onderzoeken dan ook de krachten en de mogelijkheden van de kleuren. En dankzij de nieuwe theorieën van Chevreul komen zij zover dat ze dat pointillisme gaan uitvinden. Die uitvinding is revolutionair. Revolutionair in die zin dat zij intuïtief aanvoelen wat wij later gaan gebruiken in de video, in de film, in de televisie. Namelijk het gebruik van de stippeltechniek van de drie kleuren. Daarmee gaan we de beelden vormen. De drie kleuren zijn rood, groen en blauw. En met die drie kleuren maak je dus elke beeldvorming, beeldcompositie. En dat is zo bijzonder dat zij dat intuïtief hebben aangevoeld. Probeer het zelf straks eens met je loop voor de computer. U zult zien, de beelden die u krijgt en verschijnen op de computer zijn gemaakt uit rood, groen en blauw. En dat hadden juist precies de pointillisten gevonden. Als je afstand neemt, dan fuseert het beeld weer terug tot een gehele omtreklijn. En dat hadden zij juist gezien.